Chapuzet paast in de derde minuut naar Bernadette Constantin en 0-1. De Belgen hadden overigens slechts één motor vooraan, met Marina Verdonk, die gemakkelijk door de Franse verdediging werd opgevangen. Hier een schuchtere poging van Verdonk. Rond het kwartier een doorbraak van Plantagenet, in hoekschop verwerkt door Ottois. En in de 20e minuut kregen we bijna de gelijkmaker langs Verdonk, doch Foudrignier kon dat in extremis verhinderen. 28e minuut een zeer verwarde situatie voor het Franse doel met de Franse keeper Boetsiger uit, maar nog Verdonk, nog de debutante Carla Martens kregen de bal erin. Dat kon Chapuzet enkele seconden later wel, na een persoonlijke poging. 0-2. De beste kans kreeg de gewijzigde Belgische ploeg 17 minuten na rust, maar Janine van Buhl alleen voor doel struikelde over het leer. In de 22e minuut een parade van Boetsig op een schot van Christian Leemans. En enkele seconden voortijd werd het bijna 0-3, maar het schot van de Française Bailly ging over. We hebben ook nog een beeldverslag van een wedstrijd powerlifting tussen België en Engeland in Assenbroek. Ter verduidelijking eerst dit. Powerlifting is een variante op het klassieke gewichtheffen. Mogelijk minder atletisch, soms wel spectaculair. Powerlifting bestaat uit drie bewegingen. Kniebuigen, bankduwen en doodheffen. Voor dit onderdeel, het kniebuigen, heb je naast sterke dijspieren ook een krachtig keelgeluid en enig acteertalent nodig. Dit is Phil Newton, een Engels pluimgewicht. Newton gaat met 175 kilogram door de knieën en komt dan vrij makkelijk terug recht. Johnny Monbert uit Oostende, lichtgewicht en pas 18. 200 kilogram bij zijn tweede poging. Derde poging van Monbert. Op de baar zit nu 205 kilogram. Evenveel als zijn eigen Belgisch record. Kijken en luisteren nu naar Erik Wan, een middengewicht uit Tamin. Wan wil de gewichten rauw verslinden, maar houdt het dan bij enkele heese kreten. Watch. 226 kilogram is net iets te zwaar. Engeland was in de drie disciplines het sterkste team. Individueel slaagde enkel Erik Wan erin zijn Engelse opponent te verslaan. Dit gaf als eindresultaat België 1, Engeland 9. Ten slotte nog een basketbalberichtje. België verloor in Tervuren een vriendschappelijke interland van Nederland met 77-92. Dit is het einde van ons laatavondjournaal. Kijkers, nog een rustige nacht.